Hallo allemaal en welkom terug bij Fanny's Food World. Vandaag gaan we een Afrikaans gerecht klaarmaken. Dat heet fufu of funch. Vandaag gaan we funch klaarmaken, ook wel fufu genoemd, met mamma de koffie, dat is kool in pindasaus en gegrilde worstmakreel. Fufu wordt bijna in elk West, Midden- en Zuid-Afrikaans land wel gegeten. Elk land heeft zo zijn eigen variant erop, maar de basis ervan is eigenlijk altijd water met meel. En dat meel kan heel verschillend zijn. Dat kan bijvoorbeeld griesmeel zijn, ook wel semoel genoemd, maïsmeel, cassave, yam en soms ook wel bakbanaan. Elk persoon eet het ook anders. De ene houdt van wat hardere fufu en de ander van wat zachtere fufu. Maar het wordt eigenlijk altijd wel gegeten met een sausje en vlees of vis. De Nederlanders en Belgen eten aardappelen of aardappelpuree. En in Afrika wordt er fufu gegeten. En Italianen zouden het bijvoorbeeld ook kunnen vergelijken met polenta. Maar dan wordt er in fufu geen boter, bouillon en kruiden gedaan. In de saus die we daarbij gaan klaarmaken heb ik Portugese kool verwerkt. En Portugese kool is te vergelijken met boerenkool. Maar dan wat knapperiger en minder bitter. Voor degenen die zich afvragen waar je dit kan kopen, dat kan in een winkel waar ze buitenlandse producten verkopen of in een specifieke Portugese winkel. Maar je kunt het ook heel makkelijk in je tuin verbouwen. Dus ben jij in Portugal op vakantie of ga je naar Portugal op vakantie of ben je in een Portugese winkel, dan kun je daar gewoon wat zaadjes kopen en het heel makkelijk in je tuin verbouwen. Zoals ook mijn moeder heeft gedaan. Ik zal je daar ook nog wel een stukje van laten zien. En er zijn ook genoeg YouTube filmpjes die je kunnen laten zien hoe je dat moet doen en waar je rekening mee moet houden. Maar het is in ieder geval wel mogelijk om het gewoon in je tuin te verbouwen. En die kool gaan we toevoegen aan een pindasausje. En daarvoor heb ik gekozen voor verse ongezouten pinda's. Sommige mensen gebruiken er ook al pindakaas voor. Maar aan pindakaas wordt vaak olie, suiker en zout toegevoegd. Dus daarom kies ik toch liever voor de verse variant. En nog eens iets leuk om te weten over pinda's, is dat pinda's geen noten zijn. Ja, pinda's zijn geen noten. Het zijn peulvruchten. Maar door de eigenschappen en de samenstelling daarvan worden ze wel eens tot de noten gerekend. Daarnaast bevatten pinda's ook eiwitten. Dat is misschien wel fijn en leuk om te weten voor mensen die vegetarisch of veganistisch eten. De vis die we daarbij gaan klaarmaken is worstmakreel. En worstmakreel is magerder dan de gewone makreel. Zo bevat het ook 4 keer minder vet. Je kunt het kopen bij, zoals Nederlanders dat zeggen, een toko. En voor de Belgen, dat is een winkel waar ze producten verkopen uit verschillende landen. Er is natuurlijk veel meer te zeggen over deze producten. Dus ik ga jullie gedurende het filmpje veel meer vertellen en ook uitleggen over bepaalde producten. Maar laten we nu de keuken induiken. Wat hebben we nu precies aangepast? 1. We hebben de vetten beperkt en gezondere vetsoorten gekozen door pindakaas te vervangen door rauwe, ongezouten pinda's, minder olie te gebruiken en voor worstmakreel te kiezen. 2. We hebben de suikers beperkt door de pindakaas te vervangen. 3. We hebben het vezelgehalte verhoogd door meer groenten te gebruiken. En zo hebben we ook puntje 4 gedaan, namelijk het energiegehalte verlaagd en dit ook door minder fufu te gebruiken. Gebruik voor de marinade het sap en de schil van een halve limoen, een koffielepel paprikapoeder, 2 à 3 teentjes geperste knoflook, een halve koffielepel zout en een laurierblad. Marineer de vis het liefst 1 dag van tevoren, maar 1 of 2 uur van tevoren is ook al voldoende. Smeer de vis goed in met de marinade, dit zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Breek het laurierblad in stukjes en deze kun je vervolgens in de snede plaatsen. Carapau of worstmakreel is een magere, eiwitrijke vis die onder andere omega-3 vetzuren bevat. Bij mensen met een hoog risico of die al hart- en vaatziekten hebben, kan een portie vis per week de kans op sterfte aan hartziekte verlagen. Daarnaast bevat de vis ook vitamine B12 en dat is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen. Deze bloedcellen vervoeren via het bloed de zuurstof in je lichaam. Worstmakreel bevat ook vitamine D en dat is nodig voor stevige botten en tanden. Maar ook vitamine B6 kun je terugvinden in deze vis. Deze vitamine is nodig bij de opbouw en afbraak van aminozuren.
Dit zijn bouwstenen van eiwitten. In ons lichaam zijn onder andere spieren, hormonen en bloedcellen opgebouwd uit eiwitten. Dek de vis af en bewaar hem in de koelkast. Zo kan de marinade goed intrekken. Gril de vis nu zo'n 20 à 30 minuten in de oven. Dit kan per oven verschillen, dus hou de vis goed in de gaten zodat het niet aanbrandt. Draai de vis na zo'n 10 à 15 minuten om en laat die daarna nog verder garen. Kool is rijk aan vitamine C. Deze vitamine werkt als een antioxidant. Dat wil zeggen dat de lichaamcellen beschermt tegen schade. Verder speelt vitamine C ook een rol bij de opname van ijzer, in de vorming van bindweefsel en het helpt een goede weerstand te houden. Daarnaast bevat groene kool ook vitamine K. Dit zorgt voor een goede bloedstolling. Ook calcium of kalk helpt hierbij. En dit kunnen we ook terugvinden in deze groene kool. Verder is calcium ook nodig voor de opbouw en onderhoud van botten en het gewit. Daarnaast speelt het een rol bij een goede werking van de zenuwen en spieren. Voor het maken van de pindasaus hebben we 1 lente-ui nodig, 2 teentjes knoflook, 2 tomaten, 1 ui, 50 gram rauwe ongezouten pinda's, een koffielepel zout en 400 gram Portugese kool. Reinig en snij alle groenten. Maal nu de pinda's helemaal fijn. Voeg water toe aan de pinda's en roer totdat er een papje ontstaat. Plancheer de kool kort in kokend water. Dit doen we om de bitterheid wat te verminderen. Plancheren niet te lang, want vitamine C kan zich oplossen in water en dus zo verloren gaan. Plancheer eerst enkel de stelen. Ondertussen kun je alvast aan de pindasaus beginnen. Hiervoor schenken we wat olie in de pan en fruiten we de ui, lente-ui en knoflook aan. Ook de tomaten kun je daarna toevoegen. Haal de stelen uit het water en blancheer nu de bladeren. Voeg aan de groente het pindapapje toe. Giet de kool af en wanneer de saus begint te plakken aan de bodem, kun je de kool toevoegen aan de saus. Voeg water toe aan de saus totdat de groenten helemaal onder water staan. Dek het af en laat het doorsudderen totdat het gaar is. Voor de fufu heb ik 130 gram griesmeel gepakt. Dit lijkt misschien heel weinig, maar ik heb uitgerekend hoeveel gram griesmeel je nodig hebt om 4 aardappelen te vervangen. Ik kwam uit op 60 gram, maar ik heb zelf 65 gram per persoon genomen. Mocht je wat meer fufu willen eten, dan kun je 75 gram griesmeel pakken en dit staat gelijk aan 5 aardappelen. De hoeveelheid water kun je zelf kiezen. Als je van een wat zachtere fufu houdt, voeg dan wat meer water toe. En andersom als je een hardere fufu wilt eten.
Dank jullie wel voor het kijken. Ik vond het super leuk om iets van mijn cultuur te delen met jullie. En ik hoop ook echt dat jij iets wilt delen uit jouw cultuur met mij. Ik ben namelijk super benieuwd naar wat jouw lievelingsgerecht is of jouw lievelingseten. Heb jij vragen over voeding, dan mag je dat ook altijd laten weten. Heb jij ideeën of suggesties van wat er nog in mijn filmpje mag voorkomen? Laat me dit dan alsjeblieft in een reactie of een berichtje weten. En zeker ook tips, zodat ik mezelf kan verbeteren, zijn altijd welkom. Dit was het dan weer voor vandaag. Vond je dit een interessant en of leuk filmpje? Vergeet dan zeker niet deze video te liken, te delen. Abonneer op mijn kanaal. En als je geen een van mijn filmpjes wilt missen, tik dan het belletje aan. En vergeet niet van je eten te genieten. En doei doei!